Goedemiddag allemaal. Welkom bij de zorgsalon Samen in de Wijk. Wat is er voor nodig dat iedereen, kwetsbaar of niet, zich thuis voelt? Mijn naam is Dieke van der Meen, ik ben voorzitter van Transo. Ik ga vanmiddag proberen deze zorgsalon op voor ons ook een hele nieuwe, spannende manier voor te zitten. Ik begin met hoe dit in zijn werk gaat. Op deze online manier, dus dat is even wat procedures en daarna ga ik het programma aan u vertellen en dan krijgen alle sprekers die u hier al ziet het woord, want het gaat om de inhoud. Even hoe doen wij dit? Wij zitten hier met de sprekers fysiek in één ruimte, allemaal netjes op 1,5 meter afstand en dat houden we ook zo, dus wij gaan ook niet bewegen. Er is één spreker, Carlijn Roeks, die zit hier niet. Die is als het goed is live met ons verbonden. Dus ik hoop dat u haar nu even in beeld krijgt. En straks krijgt zij het woord en dan houden we haar de hele tijd in beeld. Maar we hebben dus geen publiek, dat bent u. En wij zien u niet en u ziet ons wel. En dat voelt voor ons allemaal een beetje raar. Anders kunnen we live een discussie voeren. Dat gaat nu niet. Dus de chat, daar gaat het allemaal gebeuren. Dus we nodigen u uit straks in de discussie alles wat u wilt weten, vragen, bediscussiëren in de chat te zetten. En op die manier gaan we een online interactie met elkaar aan. Hoe gaat dat in zijn werk? U kunt uw opmerkingen gewoon in de chat typen. We hebben een moderator, dat is Ian van der Goor. Die zit hier ook in de zaal, dus ik weet niet of Ian nu ook even in beeld is. Die gaat mij helpen met de vragen, wij doen een 1-2'tje, de vragen aan mij door te spelen en te kijken hoe we de vragen die u heeft in een mooie discussie kunnen vormgeven. Als u in de chat iets vraagt, vermeld dan uw naam en de organisatie waar u vandaan komt, dat kan de discussie vergemakkelijken. En verder kunt u ook nog alles wat er in de chat staat liken. U weet ondertussen vast allemaal hoe dat werkt, we zijn ervaren. En dan weten we ook welke opmerkingen echt power hebben. Als u technische vragen heeft, zet dat dan niet in de chat. Als het goed is, zit u onderaan uw beeld een 06-nummer. En daar kunt u een appje naar sturen. En dan zit er een helpdesk die u verder helpt met de technische vragen. Even kijken, wat wil ik nog meer zeggen? Nou, als we klaar zijn, dan aan het eind van deze zorgsalon zullen we deze presentaties op de website van Transo en van Tilburg University zetten. En er wordt ook een beeldregistratie gemaakt van deze bijeenkomst. Die komt daar ook op. Dat zal iets langer duren, maar die kunt u te zijner tijd ook op onze website vinden. Dat was eventjes de procedures. Dan gaan we snel naar de inhoud, want daar gaat het om vanmiddag. Dat samen in de wijk, sinds de participatiewet en de decentralisaties, gaat er veel meer in de wijk gebeuren. Een groot maatschappelijk ondersteuningsaanbod is ontwikkeld en dat gaat zich allemaal in die wijk afspelen. Dat vindt daar plaats, maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat moeten we met z'n allen doen en dat is het onderwerp van vanmiddag. Hoe we dat dan allemaal voor elkaar gaan krijgen, samen. Tijdens deze zorgsalon presenteren we altijd drie perspectieven. En dat is van de bewoners, de cliënten zelf, de ervaringsdeskundigen, het perspectief van de onderzoekers, van de wetenschap en het perspectief van de praktijkprofessionals. Wie hebben we daar allemaal voor? Nou, het perspectief van de praktijkprofessionals. Naast mij zitten Esther Pulle en Sarah Vos, wijk-GGD'ers noemen we dat. Die zullen vertellen over hun werk en hun bijdrage in de wijk. Zij zijn werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant. De volgende spreker is Mayou Jongeneel. Zij werkt bij de GGD West-Brabant en ook bij Transo als Science Practitioner. En zij zal resultaten uit de regionale monitor presenteren, monitor personen met verward gedrag. Dan krijgen we Carlijn Roeks, die u al even in beeld heeft gehad. Zij is sociologe en auteur van een boek en ervaringsdeskundige. Dus zij zal het perspectief van de ervaringen met u delen. En de laatste spreker is Wendy Albers, onderzoeker bij Transo. En zij vertelt ons haar ervaringen uit het onderzoeksproject Victoria, als ik het goed heb. Ik begin nog even heel kort met de zorgsalon en Transo toelichten. Waarom wij op deze manier dingen willen bediscussiëren en hoe we dat doen.
Nou, wat is belangrijk? De missie van Transo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. En dat doen we door co-creatie. Co-creatie betekent kennisontwikkeling en kennisuitwisseling met de praktijk en met de cliënten en de burgers. En op die manier willen we meer evidence-based werken, zodat de praktijk er ook nog iets aan heeft. Wat ik al zei, daarin zijn die drie kennisbronnen belangrijk. De kennisbron van het onderzoek, de kennisbron van de praktijkprofessional en de kennisbron van de cliënten of de burgers. En wij denken dat het combineren van die drie kennisbronnen tot echt bruikbare en kwalitatief goede kennis leidt. Nou, dat doen we via academische werkplaatsen. En dat zijn structurele samenwerkingsverbanden tussen Transo Tilburg University en de praktijkinstellingen. En binnen die academische werkplaatsen werken we dus aan die innovatie van de zorg en verbetering van de kwaliteit van leven. En de belangrijke personen erin zijn de science practitioners, oftewel de levende bruggen tussen die praktijk en de wetenschap. Nou, daar staat er een van naast mij, dus die gaat dat zometeen laten zien hoe dat werkt. Mensen die in de praktijk werken en ook onderzoek doen. Nou, belangrijk in die academische werkplaatsen zijn de onderliggende principes. Het is altijd een langdurige samenwerking. We spreken met elkaar af om in ieder geval in periodes van 5 jaar aan een gezamenlijk programma te werken. Het gaat uit van volstrekte gelijkwaardigheid. Alle partners zijn gelijkwaardig en hebben evenveel te zeggen. En het is ook een win-win situatie, want als je niks haalt uit die samenwerking, dan doe je er niet, zeggen wij altijd maar. En het laatste principe is persoonlijke contacten. Zonder de persoonlijke contacten, de echte samenwerking tussen de mensen zelf, willen we dat niet doen, want die zijn essentieel voor het bereiken van een mooi resultaat. Nou, dan hebben we er 11 van die academische werkplaatsen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar dat gaat over verschillende doelgroepen, jeugd, ouderen, verslaving, maar ook de publieke gezondheid, wat een van de organisatoren van deze werkplaats ook is. Ik hou hier snel mee op. En dan ga ik het woord doorgeven aan de eerste spreker.